En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het eind van de nacht ontstaat er plaatselijk nevel of mist. Het kustgebied blijft over het algemeen droog, met lokaal lichte buien. Ten zuiden van Suriname worden lichte tot mogelijk matige buien verwacht die gepaard kunnen gaan met onweer en windstoten. De meteorologische dienst waarschuwt dat het af en toe winderig kan worden in het kustgebied met onweersbuien.